Wij staan op het dak van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, waar zojuist 3 bijenkasten zijn geplaatst. Er zitten maar liefst 40.000 bijen in 1 kast. Is dat niet gevaarlijk, zoveel bijen op het dak van een kinderziekenhuis? Nee, het is niet gevaarlijk. Er is in de omgeving genoeg te halen. Dus ze hebben geen enkele reden om naar binnen te gaan of wat dan ook. Ze blijven gewoon lekker hier buiten. Pieter, jij bent ook medewerker hier, ja. En daarnaast imker. Mm-hmm. Wat is het doel eigenlijk van de bijen op het dak? Tweeledig. We hebben dit gedaan samen met Sophia Kinderziekenhuis en met MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus het gaat erom om een beetje duurzaamheid en biodiversiteit namens het Erasmus MC te promoten. En daarnaast willen we het gebruiken om voorlichting te geven aan de kinderen, educatief spelletjes, activiteiten en dat soort dingen. En ik mocht je helpen, hè, met het openen van deze kassen. Zullen we er één openen? Ja, is goed. Het is niet zo moeilijk. Ik hoef alleen maar dit klep eraf te halen. Dus kom maar. Oh, kijk. Zo. En dan komen ze vanzelf. Ze stonden al aan de deur, joh. Wat die bijen nu gaan doen, ze komen uit Rijswijk. Dus ze gaan nu in eerste instantie rond de kas vliegen. Even hun plek bepalen. Hun interne GPS afstellen, zeg ik altijd. Zodat ze weten waar die kast is. Want ze hebben een vliegbereik van 3 kilometer rond de kast. Dus die moeten ze ook terug kunnen vinden. Dus ze moeten even eerst oriënteren waar ze terechtgekomen zijn. Okay. En daar hebben ze vandaag de hele dag de tijd voor. En dan morgen is eigenlijk alles weer normaal.